Hij is een ongelooflijk sterke K1-vechter. In 2007 werd hij wereldkampioen in deze sport van graniet. Regelmatig vergapen tienduizenden fans zich aan het grote lijf in de ring. Badahari is een vechtmachine. Hij sloeg door nadat de scheidsrechter de partij al had gestopt een keer. Hij legde zichzelf een jaar schorsing op en vertrok naar Marokko. En nu is hij hier, Badahari. Ja, Badr, we zagen je net in een training. Dat is vorige week opgenomen. Je bent weer in training. Ja. Ik zat mij af te vragen, in die sport van jou, als je eenmaal in die ring staat, het begint, zijn het soms, ik zei 30.000, soms zijn er 60.000 mensen rondom jou, die allemaal schreeuwen, die willen een hard gevecht zien. Klopt. Wat gebeurt er met jou op dat moment, als dat gevecht begint? Wat gebeurt er in je hoofd? Ja, dat gevecht begint meestal al veel eerder dan als ik in de ring sta. Dat gevecht begint al vroeg in de sportschool. Waar je echt heel serieus en heel tot in de puntjes naar de wedstrijd toe werkt. Dus de spanning is al flink hoog. Al hoog. Dus dat bouw je op in een week of 6, 7, want zoveel voorbereiding gaat erin. Mm-hmm. En je wordt steeds illiger, steeds, je weet wat het is als je dicht bij grote toernooien komt. Je wordt steeds minder leuk voor de mensen om je heen. Ja, herkenbaar. Hè? Herkenbaar, ja. Hè? Ja. Dus dat wordt steeds, dus je wordt steeds een beetje geniepiger. En op het moment dat je dan daar staat, het moment dat je eigenlijk mag opkomen, dat is eigenlijk best een ontlading in principe. Het is meer een ontlading dan eigenlijk een ophoping van spanning, want het is eindelijk zover en je mag eindelijk. Ja. En wat mag je dan eindelijk? Want je ziet tegenstander, vaak ken je ze, misschien niet altijd. Ja. Wat is de instelling die je moet hebben bij een K1-gevecht? Ja, wat zit je in je hoofd? Je mag eindelijk laten zien waar je zo hard voor hebt gewerkt. Ja. Maar wat denk je over diegene tegenover je? Ja, je moet winnen. Dat klinkt wel heel netjes, Badr. Dat is Nederland 3, hè? Ja, doe ik het ook even voor Nederland 1 en voor RTL 4. Nee, wat gaat het om me heen? Ik moet presteren, ik moet winnen. Badr, jij zegt toch, die gozer moet eraan? We moeten hem, ik moet hem knock-out slaan. Dat is wat ik denk. Slopen, zeggen ze in jullie vertakken. Verbouwen. Verbouwen. Ja, dat klinkt al wat meer. Noem het hoe je het wil. Ja. Maar vriendschappen bestaan denk ik toch niet? Tussen jawel, 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 zeer zeker. Kan dat? Ja, 100%. Kun je echt denken, ik ga mijn vriend verbouwen? Ja, maar dan op een mooie manier. Misschien denk je van, nou die neus die zit iets. Ik help hem even naar links. Dus je kan hem ook af en toe een duwtje in de rug geven. En zie je in die ogen van die tegenstander dat hij ook denkt, ik ga die gozer echt helemaal slopen. Hij ziet er nu nog leuk uit. Dat is wel een heel mooi moment, eerlijk gezegd. Kijk, op het moment dat je daar staat, kijk, voetballers hebben dan niet direct contact met elkaar. Schaatsers kijken elkaar misschien aan de zijkant aan. Maar wij staan elkaar echt zo aan te kijken. En dan zie je bij sommigen angst. Bij sommigen zie je ook dezelfde vastberadenheid als die jij hebt. Ja. En als je het goed doet, dan zie je die vastberadenheid met de minuut steeds minder worden. Mm-hmm. En doe je het minder goed, dan zie je het echt groeien. Dus. Maar jij bent ook, uitsloven is niet het goede woord. Jij bent iemand die recht door zee gaat. Jij denkt, ik wil een knock-out. Dat is jouw manier van de wedstrijd ingaan. Dat is ook wat de mensen willen zien. Kijk, we kunnen allemaal zeggen wat we willen zeggen. Kijk, als ze staan. Dat is wel de mooiste vorm van iemand uitschakelen. Dat is iemand knock-out slaan. Ja. En dat klinkt misschien heel ongezond, maar dat is wel hoe het is. Ja. Je hebt zelf ook 11 knockouts achter je naam staan. Je hebt veel gewonnen, dat weet ik. Ja. Maar ook 11 knockouts. Denk je nu op een gegeven moment van, oei, dit is niet goed voor me? Maar ik heb volgens mij niet zoveel op knockout verloren, maar ik heb wel een paar verloren. En het mooiste van een knockout is dat je gewoon echt helemaal niks herinnert. Hoe lang duurt dat? Hoe lang herstel ik? Ik heb af van een 1500 meter, daar herstel ik in 2 dagen van. Maar ik kan me voorstellen. Van zo'n knock-out of van zo'n wedstrijd? Nee, van, echt als je knock-out gaat? Dat is verschillend. Dat ligt eraan hoe zwaar je knock-out bent gegaan. Ik ken jongens. Je bent met enkele minuten ben je weer bij, soms na enkele seconden al. Dat ligt echt puur aan hoe hard die was. Ik heb filmpjes gezien van een Peter Aert of van jongens na een wedstrijd en die zijn echt gewoon helemaal blauw. Ja, sommigen zeggen, maar dat is dan een wedstrijd of bij wijze van spreken. Kijk, de blessures zijn heftig. En alleen het enige verschil is dat blessures die zeg maar in schaatsen opkomen of in voetbal of zo, die duren meestal langer dan wij. Kijk, wij zijn daar echt op getraind. Onze blessuregrens ligt wat hoger. Kijk, je moet niks afscheuren, dan is voor iedereen afgelopen. Maar we zijn wel gewend een tikje te nemen. Het lijkt me in die sport, als je er zo middenin zit, al gezegd, je wordt opgepompt. Ja. Je hebt zelf ook een enorm sterk lijf. Ja. Dan komt er natuurlijk iets dierlijks in je boven. Je wil iemand aanpakken, je wil winnen van iemand. Ja. Wanneer, is dat een plezierig gevoel voor jou? Dat het beest een beetje in je loskomt. Kijk, iedereen beleeft het op zijn eigen manier. Kijk, in mijn opzicht is dat wel zo, dat moet ik toegeven. Als ik daar sta en ik mag eindelijk, dan voel ik echt dat er een beest in me loskomt. En dan wil ik ook echt gewoon. Dan wil ik. Weet je, dan komt dat oerlijk in me vrij. Ja.
Maar ja, dat is soms wel een heel fijn gevoel. En als je dan wint, dan loop je daar een beetje met je bos vooruit en op. En, ja. Weet je, maar dat is hetzelfde als je de 1500 meter snel hebt gedaan. Ja. Dan schaat je ook opeens met je bos vooruit in plaats van met je schouders naar beneden. Dan in 2007 word je dan wereldkampioen. Hè? Ja. Dan heb je helemaal dat explosie van gevoel. Maar laten we nou eens een gevecht bekijken waarbij het niet lukte. Althans, je was aan de betere hand tegen Remy Bonjasky. Okay. Maar je kon het voor je eigen gevoel het gevecht niet stoppen en je sloeg door. Terwijl de scheidsrechter al besloot dat het gevecht over was op dat moment. Laten we even kijken naar het fragment. Dit lijkt mij niet goed, baller. Nee, dat is foute boel. Ik ken die gozer ook niet heb gedaan, hè? Ja. Nee, dat is. Ja, dat is. Was dat geen vriend. Nee, die jongen die hem natrapte, die ken ik niet, nee. Maar even serieus. Ja. Wat vind je hier in ieder geval, nu je er kijkt? Ja, dit is fout. Ja. Dit is fout. En je hebt het nog een keer gedaan, dus je hebt een beetje de naam van... Dat is die gozer die altijd doorgaat, terwijl de scheidsrechter zegt, stopt. Ja, ja. Waarom doe je dat? Leg uit hoe het komt. Hoe komt het dat je doorgaat? Weet je wat dat grappig is? Dat kan ik dus niet uitleggen. En het is niet dat ik op de sportschool train om iemand na te trappen. Van, ga je even liggen, dan train ik even hoe ik je na moet trappen, weet je? Kijk, je bent gewoon... Kijk, het is voor elk persoon anders. Kijk, het is een momentopname. En het is voor mensen buitenaf altijd heel makkelijk praten, weet je? Van, nou ja, waarom doet hij dat nou? Dat is simpel als je daar zit en ja, van achter je televisie of vanuit de tribune of... Weet je, maar is dat er niet in te prenten? Dat je zegt, jongen, luister nou, als er maar in de buurt een scheidsrechter staat... die een beweging maakt of een geluid maakt, stop met vechten. Ja, ja, zo hoort het in principe wel. Maar ik zit er gewoon echt helemaal in, weet je. Ik heb zoveel... Er zit zoveel passie in, er zit zoveel emotie in... er zit zoveel vastberadenheid in. En soms raak je jezelf in die emoties kwijt. En dat is ook een beetje gevaarlijk, hè? Dat is ook wel leuk aan die sport, daar komen zoveel mensen op af. Ja, maar dit is niet goed maar te praten. Is dat niet misschien... Je bent een geweldige vechter en je hebt talent om de allerbeste te zijn. Misschien ben je dat al. Alleen is dat niet net toch nog het allerlaatste stukje. Klein beetje controle om echt, echt de allergrootste kampioen te worden. Ja, 100%. Daar ben ik het ook echt helemaal mee eens. Dat is echt... Maar dan moet je dat toch op een of andere manier... Ja, maar dat is niet te trainen. Dat is in de sportschool niet te trainen. Dat is misschien iets wat ik moet gaan bespreken of bepraten met mensen. Nou, jij hebt niet jezelf gezegd... fysiek niet te trainen. Nee, maar jij hebt voor jezelf gezegd, ik stap even uit de sport. Je hebt gezegd, ik ga bewust even eruit. Dus dan heb je misschien met de mensen om je heen besloten. Ja. Je bent naar Marokko gegaan, heb je een aantal maanden gezeten. Waarom heb je dat gedaan? Ja, na dit ongeval... was ik eigenlijk een beetje te trots om een beetje de boel toe te geven. Toen dacht ik van het is gebeurd, weet je. Zidane geeft de ander een kopstoot en Cantona die geeft een flying kick. En, weet je, dus we maken allemaal fouten. En toen gebeurde dat nog een keer. En toen moet ik je eerlijk zeggen, toen schrok ik wel een beetje van mezelf. Dat ik dacht van, hoe kan ik dat nou weer doen, man? Daar moet toch even iets aan veranderen, weet je. Ik moet mezelf even terugvinden, maar ik... En is dat geluk? Want we zijn een aantal maanden verder. Ja, ik voel me wel... Want er komt weer in mei weer een gevecht aan... Dat je dit nooit meer zult doen. Dat beloof je hier nu. Nee, dat kan ik niet beloven. Dat kan je niet beloven? Oh. Nee, zeker niet. Nee, want dat zit in jou een beetje. Nee, ik kan wel nu tegen jou zeggen, dat beloof ik jou en dat gebeurt nooit meer. Maar ik weet niet als het momentaal is. Het zou toch goed zijn als je dat zou zeggen? Want dan heb je ergens aan te houden, omdat je een afspraak met mij maakt. Ja, maar die hoef ik niet met jou te maken. Ik wil, tuurlijk, dat mag niet meer gebeuren. Maar ik kan niet nu zeggen aan tafel, dat gaat nooit meer gebeuren. Nee. Dat kan ik niet. Dan zou ik tegen mezelf liegen. Dan zou ik iedereen tekort doen. Badden, nou, dit is jouw... Jij wil een sportman zijn. Daar ben je al hard en lang voor aan het trainen. Ja. Maar er kleven ook een aantal privéverhalen aan. Nou, in 2006 ben je veroordeeld. Omdat jij de buren van jouw ex-vriendin een paar tikken hebt verkocht. Daar heb je een aantal weken voor gezeten. En die zaak is klaar. Dat was niet mijn ex-vriendin, maar dat was een burenruzie. Excuseer, maar in ieder geval, je hebt in ieder geval geslagen. Klopt, daar zo. Dus heb je voor gezeten, dat is voorbij. Er loopt nog een andere zaak met een portier in Amsterdam. Klopt. Waar jij gevochten zou hebben. Ja. Die zaak loopt nog, daar is nog niet al te veel in duidelijk. Nee. Het bewijs ligt er niet. Ja. Goed, de eerste zaak is onomstreden, want je hebt ervoor gezeten. Ik heb er een taakstraf voor gehad. Ja. Daarna nog, hè, na de gevangenisstraf. Ja. Hoe komt het dat jij in die wereld belandt? Je bent een sporter, je bent heel sterk. Ja. Dat je dat misbruikt in je privé. Hoe zit dat? Hoe kijk je daar tegen? Ik wil niet zeggen dat dat misbruik is. Kijk, als je iemand in elkaar slaat, wel, denk ik, toch? Nee, ik weet niet of dat echt... Kijk, omdat ik het goed kan, betekent niet dat ik het misbruik.
Kijk, ik heb fouten gemaakt. Weet je, daar kunnen we heel veel over praten. Daar kunnen we het heel kort over hebben. Ik heb fouten gemaakt. Dat zijn een van die fouten. En ja, een burenruzie. Ja. Ja, je kan ook gewoon praten, hè? Ja, dat kan. En dat is het in dit geval niet gebeurd. En daar ben ik spijtig van. Ja. En, want het heb, ik heb mezelf daarmee echt tekort gedaan. Ja, want mensen zeggen allemaal, dat is die gozer die allemaal in de problemen werkt. Ja, maar ja, dat wordt ook... Zullen we even naar een trainer van jou kijken? Er is een filmpje opgenomen van Tom Haring, heet je geloof ik, hè? door de Icon. Kijk even wat hij tegen jou zegt, toen je nog een broekie was. Ja, heerlijk. Ik merk wel, je wordt steeds bekender. Ja. Je gaat nu een beetje echt een toppetje worden. De jongens gaan om je heen draaien. Dan komen ook verkeerde jongens om je heen. Ik bedoel, ik heb het al eens een keer eerder met je gehad. Laat je niet gek maken. Het zijn vaak jongens met heel veel centen. Die het vaak niet op de juiste manier hebben verdiend. Maar dat is hun probleem. Wie zijn wij om daarover te oordelen? Maar dat jij je absoluut niet gek laat maken. En zeker niet gebruiken door dit soort knapen. Kijk, ik ken iedereen in die stad. En ik zie wel eens mensen. Die zinnen me niet zo. Maar ik denk dat jij verstandig genoeg bent om dat te weten. Dat je niet het korte termijn werk doet. Nee, zeker niet. Mag ik zeggen dat je niet heel goed naar hem geluisterd hebt toen? Oh, dat weet ik niet. Ik heb, kijk, we kunnen hoog en laag springen. Ik heb wel, ik doe deze sport vanaf mijn 7e. En qua sportprestaties heb ik echt, denk ik, echt hele hoge, hele mooie dingen laten zien en bereikt. Dat zegt hij ook niet. Hij ziet een enorm talent volgens mij. Ja, maar kijk, en dat ik eens een keer dat ik bij een burenruzie betrokken ben, klopt. En dat er nu weer dat hele gebeuren op het Leidseplein bij wijze van spreken weer helemaal om me heen hangt, klopt. En de fout, hij zegt van kijk uit voor de foute mensen. Jij geeft ook toe dat het af en toe in de sport om je heen zichtbaar is dat er foute mensen rondlopen. Ja, maar daar kan je niet een hele sport op afrekenen, weet je. Daar moet ik wel heel duidelijk over zijn. Kijk, ik kan niet het publiek... Dan zou Nederland wel heel fout zijn. Begrijp je? Dus ik kan al die niet, Nederlanders... Ja. Ik kan niet al die Nederlanders doen het heel goed. Ja. In de K1. Dat is een, Nee, daarmee zouden we de sport echt tekort doen. En ja, weet je, iedereen is liefhebber op zijn manier. En ik ben toevallig stiekem liefhebber van Mark Tuitert. Dus dat moet ik even toegeven. Ik denk, ik ben een stoere gozer, ga ik niet zeggen. Maar ik zeg het eventjes. Wander, straks word je helemaal de klote gefietst. Dat weet nee, nooit. Nee, nooit. Dat win ik. Dan bijt ik mijn tanden op stuk. Wat is de les na vandaag? Je bent een jaartje, je bent weg geweest. Ja. We hebben het over de veroordeling gehad. Ja. Je hebt het over de sport gehad, de fouten die je maakt. Wat is de les? Ik denk dat we er gewoon weer positief tegenaan moeten gaan. En niet mezelf helemaal laten moeten gekken. Ik heb wel heel wat negativiteit over mij gehad. Maar nogmaals, ik ben een knokker en ik laat me niet kennen. En ik wil er gewoon echt weer tegenaan. En ik wil dat mensen me gewoon weer als een sportman gaan zien. Want dat is wie ik ben en dat is wat ik wil zijn. Ja, dat verdient je talent denk ik ook wel. Ja. Dankjewel. Ja. En de comeback is wanneer? Mei. In mei. Tegen wie? We zijn nog bezig met... Niet te vaag. Wie is het? Durf ik nog niet te zeggen. Oké, okay. Zou je tegen Bojovski willen? Precies. Zou je tegen Bojovski willen? Een eerlijk mooi gevecht? Ja, 100%. Oké, okay. Nou, we gaan het zien.